is de liefde. Dank u wel, meneer Baudet. Interruptie van de heer Wilders, PVV. Voorzitter, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11, dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit hadden plaatsgevonden? Meneer Baudet. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. Dat is extreem onwaarschijnlijk. Gebouw nummer 7 in Manhattan is uit het niets naar beneden gegaan op diezelfde dag. Dat gebeurde. Daarvoor hebben ze een uur lang rondgecirkeld. En dan nog even vlak voor de impact. Raampje naar beneden. Paspoort eruit gegooid. Raampje weer dicht. En erin gevlogen. Het is een extreem onwaarschijnlijk verhaal. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet niet hoe het dan wel is gegaan. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd, maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort, omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onaannemelijk allemaal. Het hele verhaal is extreem onaannemelijk. Ja. Dat een man in een grot met een nierdialyse dit allemaal even geregeld zou hebben. En het zwaarst bewaakte luchtruim op aarde gedurende een uur lang heeft weten te kapen. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet, maar ik weet niet hoe het wel is gegaan. Helder, was nog een vraag over maanlanding. Ja. Ja, het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Ik ben er zelf niet opgekomen, zeg ik maar. Wilt u daar nog op reageren? Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. Al is het maar dat wij daarna, als het allemaal waar zou zijn, nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha! Okay. Interessant. Dank. Ik heb daar grote twijfels bij. Ik was er niet. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel. Ja, de heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Want ik zeg u, meneer Baudet, de maanlanding heeft plaatsgevonden. Helaas. Heeft 9-11 ook plaatsgevonden? Daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor, zoveel onzin dat u nu praat. Ja, nou, 9-11 heeft. Er zijn gebouwen neergestort op 9-11 en daar zijn mensen gestorven en dat is vreselijk. Daar zijn we het helemaal over eens. Kort daarna is een wet ingediend, die lag kennelijk al klaar, van 1200 pagina's, de Patriot Act. Op grond daarvan heeft Amerika misdadige martelpraktijken gestart op Guantanamo Bay. In Abu Ghraib is 7 landen binnengevallen en heeft daar nog miljoenen doden gemaakt. Ook dat is afschuwelijk geweest. Dat is een van de grootste vergissingen geweest in de buitenlandse politiek. En ik schaam me dat Nederland die oorlogen gesteund heeft. Dank meneer Baudet. En dan geef ik tot slot nog het woord aan mevrouw Van der Plassen, BBB. En daarna gaan we schorsen voor het diner. Gaat dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Terug naar de realiteit, zou ik zeggen. Voorzitter, er wordt een jaarlijkse pleister ter waarde